Max Huiberts, mooi nieuws vandaag voor AZ. Hij voelt natuurlijk al een beetje als AZ'er, maar nu is het echt. Ja, het is nu definitief. We hebben de optie gelicht. We hadden een optie op te spelen. Dus ja, het is heel mooi dat wij hem natuurlijk in eerste instantie hebben kunnen zien spelen. Hebben kunnen zien trainen het afgelopen half jaar. En wij moeten zeggen, we waren vrij snel overtuigd. En we moesten voor een bepaalde datum de optie lichten en dat hebben we nu gedaan. Hij heeft een contract getekend voor 5 jaar. Daar spreekt heel veel vertrouwen uit. Ja, absoluut. Het is een jonge speler. Het is een jongen die nog maar 19 jaar is. Maar die al wel laat zien dat hij daar klaar voor is om eventueel in het eerste elftal te spelen. En ja, dan is het mooi als je een talent van zo'n lange tijd kan vastleggen. Zodat je er ook hopelijk de komende jaren profijt van kan hebben. Je had natuurlijk altijd iemand omdat je daar bepaalde verwachtingen bij hebt. Heeft hij je verwachtingen misschien wel overtroffen? Ik moet zeggen, qua aanpassing zeker. Het is ook volgens mij voor het eerst dat het een Japanse aanwinst was voor AZ. En we moesten natuurlijk gaan zien hoe dat ging. Het is natuurlijk ook best wel een verandering van cultuur. Andere omgeving, misschien wel een andere manier van spelen, trainen. Maar hij heeft zich enorm snel aangepast. En ja, dat heeft mij verbaasd. Kwalitatief hadden wij wel gezien dat hij bepaalde potentie heeft. Maar ook dat heeft hij ruimschoots laten zien in sowieso zijn eerste periode nu. En ja, wat ik al zeg, voor de toekomst is het voor ons een hele mooie speler. Hij heeft natuurlijk al best wel wat minuutjes gemaakt, soms weer als rechtsback, dan als aanvaller. Wat is zijn beste positie, vind jij? Of is die multifunctionaliteit juist zijn echte wapen? Nou, dat is een hele prettige bijkomstigheid. Het klopt inderdaad dat hij misschien wel zijn meeste minuten rechts aan de buitenkant heeft gemaakt. Maar we hebben hem uiteindelijk gescout als rechtervleugelverdediger. Ik denk dat hij daar in de toekomst ook zijn meeste wedstrijden zal spelen. Uiteindelijk ben ik niet degene die de opstelling maakt, maar dat verwachten we wel. En dat is ook de positie waarvoor we hebben hem aangetrokken uiteraard. Ja, waar zie jij zijn top? Ja, nou, ik denk dat eerst zijn focus op de Eredivisie moet liggen. Hij zal eerst bij AZ zal dus de top moeten bereiken. Wat ik al zei, er zit veel potentie in. Dus ook nog heel veel rek in voor hem. Ik denk dat het een speler is die uiteindelijk, zoals iedere talentvolle speler bij AZ, zal het niet zo moeten zijn dat dit zijn top is. Dat dit zijn eindstation is. Maar we spelen inmiddels in de top van de Eredivisie. Dus hij heeft ook wel een paar stapjes te zetten. Maar ik denk wel dat hij uiteindelijk ook de potentie heeft om nog weer verder te groeien. Dat zit er zeker in.